Dylan Jesselgus, ooit actief voor de SP, maakt carrière binnen de VVD. Via de Amsterdamse gemeenteraad en de Tweede Kamer klimt ze op tot staatssecretaris en minister. Hey! Voor de partij dus die al 13 jaar de minister-president levert. Maar mensen uit de traditionele achterban vinden dat de VVD niet voor hun belangen opkomt. In jullie verkiezingsprogramma staat dat het rendabel moet blijven voor particuliere investeerders. Maar daar heeft u nog niet echt concreet antwoord op gegeven. We hebben het echt niet goed gedaan richting de ondernemers in dit land. Als lijsttrekker neemt ze afstand van de laatste jaren van Rutte. Waterige compromissen, waterige compromissen, waterige compromissen, daar zijn we klaar mee. Maar die tekst heeft ze niet van een vreemde. Waterige compromissen, waterige compromissen. En zo is ze wel fris op rechts, maar niet zo vernieuwend. Ik zie talent, hoor. In aanloop naar de verkiezingen interviewen we de lijsttrekkers. Dit keer Dylan Jesselgus van de VVD.